Goedemorgen. Het ijzelt op dit moment en dat betekent helaas weer dat er problemen zijn met het treinverkeer. Aan de telefoon is Anna Kolle van ProRail. Mevrouw Kolle, goedemorgen. Wat is er op dit moment aan de hand? Goedemorgen. Op dit moment is er geen treinverkeer mogelijk tussen Tilburg en Den Bosch en tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. En dat komt door ijzelvorming op de bovenleiding. Wanneer is het probleem weer opgelost? Nou, we hopen het in de loop van de ochtend opgelost te hebben. Bij ijzel zie je vaak dat dat inderdaad zich in de ochtend voordoet. Als treinen rijden, dan lost de ijzel vanzelf op. Maar je merkt bij de opstart dat het voor problemen kan zorgen. En we lossen het zo snel mogelijk op om het treinverkeer weer op gang te krijgen. Nu schijnt het dat het de komende week echt winterweer gaat worden met erg lage temperaturen. Krijgen we dan elke dag van dit soort problemen? Nou, dat hopen we natuurlijk niet. Het weer zal wel, net als op de weg en zoals in heel Nederland, gewoon het verkeer parten spelen, ook het treinverkeer. Onze ploegen staan wel allemaal stand-by om het zo snel mogelijk weer op te lossen en het treinverkeer gewoon door te kunnen laten gaan. Dus daar zetten we ons natuurlijk 100% voor in. Anna Kolle van ProRail, dank u wel voor uw toelichting. Geen dank.